seizoen heeft De Graaf en Cornelissen ons wel heel blij verrast met een heel mooie revival van Evita. Nu brengen ze na 10 jaar Op Hoop van Zegen terug. Wordt deze revival ook zo mooi? Op Hoop van Zegen. Een transformatie. Ja, ik herkende, als je me nu naar mij kijkt. Juist, ja. Ik herken mezelf niet eens. Nee. Ik zie de, en dan heb ik eigenlijk geen make-up op. Mm-hmm. Maar alleen maar van die schaduwlijnen om... Ja, deze vrouw is natuurlijk verdrietig en is moe. Mm-hmm. En is altijd aan het werk en sterk. Ik kan er niet zo fris uitzien als dat, ja. Als dat ik vind dat ik er zonder schaduwlijnen uitzie. Dan zie ik er te jeugdig en te vitaal uit. Ja. En schrik je van je spiegelbeeld dan? Ja, toch wel, joh. Ja. Dan denk ik, wow, dan denk ik echt, maar met een paar vegen is mijn hele gezicht anders. Ik weet niet of ik kan leven met die uitzichtloze pijn. Of u mijn vraag ooit gehoord heeft, bovendien. Maar je draagt het ook met trots. Heel, heel erg. Ja, want je bent trots op deze rol? Ja, heel erg trots. Ja, nou ja, het is het verhaal van Kniertje. En die heeft zo'n prachtige mooie boog om te spelen. Van haar verdriet, haar loyaliteit naar God, haar commitment naar Reder Bos, waar ze voor werkt om ook maar geld te verdienen. Ook haar trots op haar kinderen, maar ook, ja, er moet ook geld verdiend worden. En de hele tijd gaat het over, zeg maar, het gaat om Kniertje, het gaat om de Reder Bos en dan gaat het schip weg, wat eigenlijk achteraf dus niet zeewaardig is. En dan is het 2 weken weg en dan komt er een storm en dan is het 4 weken weg. En zo volg je Knier tot aan het verdriet dat ze te horen krijgt. Dat ze niet alleen voorheen haar man en 2 kinderen is kwijtgeraakt, maar nu ook haar laatste 2 jongens. Op die grens van lucht en water, op die grens van nu en later, op die lijn waar ik als mens haast in verdween. Op de toppen van de golven, onder wolken lucht bedolven, dobbert wat ik graag als mens had willen zijn. Reder Bos is natuurlijk eigenlijk een verwend kind. Hij komt uit meer dan 100 jaar bestaat dat bedrijf al. Hij is gewoon rijk geboren. Hij staat op de rand van faillissement. Zijn assistent neemt hem dat kwalijk. En die komt met een oplossing. Die zegt, weet je wat, we laten een schip de zee opgaan wat niet goed is. En we innen het verzekeringsgeld. Ja. En als dat daar, een paar daar, levens kost. En als dat een paar levens kost, ja, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Op van zegenen behouden vaar. Ja, alsjeblieft, ik wil niet. Ik heb nu Barentje inderdaad. De jongste zoon van Knier, die eigenlijk totaal niet de zee op wil, omdat zijn vader al overleden is op zee. En zijn 2 oudste broers. Dus eigenlijk heeft hij een gigantisch jeugdtrauma daaraan overgehouden. Maar dat komt nooit echt naar voren, omdat hij nooit hoeft te varen. Maar dit is wel het moment dat hij daadwerkelijk de zee op moet. En hij verzet. Ik dacht dat deze schande voor de familie was. Jij bent verdomme nog erger. Ik kan niet eens normaal afscheid nemen van jou. Hij wil varen. Hij moet varen, want er moet geld verdiend worden. Maar goed, dat zorgt ervoor dat hij veel van huis is. Dus hij mist zijn geliefde Jo, zijn moeder. En dit keer neemt hij Barend mee de zee op. Tegen de wil van Barend. Maar die moet ook, want dat is nou eenmaal wat mannen doen. Dus dat daar zoveel emotie bij komt kijken, vindt hij niet fijn. Dat is, en dat het natuurlijk allemaal fout afloopt. Ja, daar kan hij na zijn dood niet meer rouwig om zijn. Maar dat... is wel naar. De verloren zoon. Nou, net op tijd. Hij weet ervan. Dat heeft Simon gezegd. Dat hij ervan weet. Simon. Simon, zeg het ze dan. U weet dat het schip niet deugt. Natuurlijk, ik heb ambities en ik zou heel graag verder willen groeien en door willen groeien. En dit is natuurlijk een hele mooie eerste opstap voor mij qua rol om te gaan spelen. Dus ja, dit jaar is wel een beetje, ik moet mezelf bewijzen dit jaar, inderdaad. A moment of truth. Ja, een beetje. Of ja, zo voelt het een klein beetje, maar ik heb er hartstikke veel zin in. Beledig ik je als ik je zeg, toen ik op weg naar hier dacht,
Gijs zal vast wel Barendje spelen. Qua leeftijd had je dat misschien gedacht. Nou, ik ben inmiddels 28. Ja. Nee, dat is geen belediging. Maar, had je jezelf al gezien in de rol van oudere broer van Barend? Ja, dat op zich wel. Maar dat is ook grappig. In het begin zag ik me ook altijd in de jongste rollen. Zo met je ook de pubers bijna. Maar ja, op een gegeven moment verschuift dat natuurlijk logischerwijs. Ja. Hoe onderga je die verschuiving met leden nou, ook? Nee, ik vind het wel oké. Okay. Ja, nee, ik verwelkom het wel. Ja, ja? Ik vind het wel oké. Okay. Jij weet dat hij gelijk heeft. Wat ik weet is dat jij weer eens gezopen hebt. En als er al iets schort aan de hoofd, dan komt dat omdat jij er nooit 1 minuut nuchter aan gewerkt hebt. Nou, ik vond het wel heel leuk om weer het theater in te gaan. Zeker na 2,5 jaar ongeveer kriebelde het wel weer. Ja. Dus ik was heel blij dat ik hier weer een deel van uit mocht maken. Ja, ja. Hoe hou je je musical knobbel op peil? Ja, ik denk toch dat er ergens gewoon diep in zit. Dus ik kan niet anders dan thuis natuurlijk ook gewoon zingen. En dat heb ik ook gewoon veel gespeeld de afgelopen jaren. Ja. En hier en daar wat zanglessen gegeven zelfs, dus dan blijf je ook scherp. Dus dat blijft altijd wel een beetje, dat blijft wel in je. Net je vader! Ah, kom nou mee! Nee, het moet wel eens gezegd! Wat zei ik? Dat je geen geweten hebt! En jij hebt geen baan meer. Simon is degene die eigenlijk zegt dat die boot niet geschikt is om de zee op te gaan. En tegen beter weten in. Een ontdekking eigenlijk. Ja, hij waarschuwt iedereen van doe het niet. Maar ja, omdat hij zo aan de drank is. De klokkenluider. Ik ben de klokkenluider, inderdaad. Ja, dus... Maar ja, niemand luistert naar hem, want die man die overdrijft en die roept altijd van alles en nog wat. Ja. En ja, dit keer kan hij wel eens gelijk hebben. Met dat ik het haal, weet dat ik het red. Met zon aan de lucht en met vis in het net. Kende jij het oorspronkelijke stuk van Herman Heijermans al? Ik kende het toneelstuk, heb ik op school ook behandeld gekregen. Dus ik kende, ja, de stof ken ik wel. Maar het is zo'n compleet andere voorstelling geworden dan het originele toneelstuk. Ja, dus er is heel veel in bewerkt. En gewoon omgebouwd naar een musical inderdaad. Ik vind het wel fijn dat we het gewoon in de oude setting spelen, dus in 1900. Ik denk dat dat ook prettig is om naar te kijken, maar de struggles die de mensen meemaken zijn van deze tijd natuurlijk. Ja. En welke struggle vind jij dan zo aan? Kijk, sowieso het verlies van dierbaren is natuurlijk een thema wat altijd, wat altijd speelt, wat heel duidelijk aanwezig is in dit stuk. Maar ik denk dat Simon wellicht de gele hesjesdrager van de voorstelling zou kunnen zijn. Degene die probeert te schoppen tegen de hogere orde. Ja. En kijk, er zijn van alle tijden zijn er bedrijven en mensen die winst belangrijker vinden dan de medemens of de natuur of wat dan ook. En dat is iets wat zeker een thema is in deze voorstelling. Het verhaal is nog hetzelfde van meer dan een eeuw geleden. Het publiek heeft zich verjongd. Wat denk je wat het publiek hiervan gaat vinden? Ik denk dat ze het heel mooi gaan vinden. Ik denk dat ze gaan verbazen. We hebben een heel simpel decor. Heel mooi. We hebben het gezien zo net. Ja, dus het is prachtig. Mm-hmm. En dat is wel een beetje, weet je wel, een beetje strak. En de rest zijn wij dan weer oud. Dus zo laten we ook een beetje zien. Het is een verhaal van nu. Ja. Het is natuurlijk arm, rijk. Het is eigenlijk nog steeds een traditioneel verhaal. Ja. En ik denk dat de mensen zullen blij zullen zijn dat er ook weer een mooi toneelstuk, een drama te zien is. Ja. Want we moeten allemaal nu wel gaan vermaken en vermaken en vermaken met een Big Smile. Maar hoe mooi is het om naar een heel mooi verhaal te gaan kijken waar echt iets verteld wordt over hoe het vroeger was. En eigenlijk misschien ook wel zoals het nu ook nog zou kunnen gaan. Oh, van zee.